U spreekt over suiker. Ik vermoed dat u bekend bent met het onderzoek van de suikerspecialist Dr. Lustig. In hoeverre kan u zijn visie volgen? Hij die de echte aanval inzet tegen suiker. En vooral dan tegen fructose en de fructosestroop. Ja, ik denk dus er is wat te doen omtrent fructose. Het blijkt dat dat is eigenlijk een suiker die niet zo'n hoge suikerpieken veroorzaakt, maar die dan op een andere manier wordt gemetaboliseerd door het lichaam, vooral door de lever. En dat kan de lever belasten en ook problemen geven met het metabolisme en het verhogen van uw kans op diabetes enzovoort. Nu, daar is wel wat om te doen. Anderzijds denk ik dat het vooral belangrijk is om te letten op een algemeen gezond voedingspatroon. En daar hoort onder andere bij bijvoorbeeld frisdranken vermijden, omdat sommige frisdranken die zijn aangeraakt met meer fructose dan uiteindelijk glucose. Maar we moeten eigenlijk weten dat bijvoorbeeld die high fructose corn syrup, dus dat eigenlijk van die maïssiroop is die fructose bevat, die bevat ongeveer de helft fructose en de helft glucose. Men moet weten als men gewone witte tafelsuiker nuttigt, dat is ook voor de helft opgebouwd uit fructose en glucose. Dus uiteindelijk zegt men van ja, let op met die maïssiroop, want die bevat veel fructose. Wel, dat hangt er een beetje vanaf. Enkel als de verhouding heel scheef zit en dat er echt heel veel meer fructose in zit dan glucose, zou dat wat gezondheidsnadelen kunnen hebben. Maar al bij al, ijver ik voor algemeen uw suikerinname, vooral uw inname van snelsuikers te minderen. Of dat dan nu is via maïssiroop of gewone witte tafelsuiker of zelfs via aardappelen. Dus daar moeten we meer voor ijveren en ons niet enkel blind staren op de fructoseverhoudingen in frisdranken of andere producten die al sowieso ongezond zijn en drastisch geminderd kunnen worden. Ja, en iemand op onze Facebookpagina vroeg zich af hoe het dan zit met fruit en hoeveel stukken fruit u aanraadt om te eten per dag en of het ook slim is om fruit te nuttigen als avondsnack. Ja, dat is inderdaad een interessante vraag. Hè. Men zegt vaak van let op met fruit, want daar zit ook nog heel veel suiker in enzovoort, fruitsuiker. Wel is het dan vooral fruit, als zelfs eten we zeer zoet fruit, hè, zoals perziken enzovoort, die hebben een laag glycemische index. Hè, dus dat wil zeggen, die veroorzaken geen hoge suikerpieken fruit, hè, omdat dat die suiker in fruit zit verpakt in heel veel vezels en andere stoffen, waardoor die suiker in dat fruit niet snel wordt afgegeven aan de bloedbaan en dus geen hoge suikerpieken in het bloed veroorzaakt. En dan ten tweede, fruit zit boordevol andere stoffen die zeer gezond zijn. Ik spreek dan niet enkel over vitamine C, maar over duizenden andere stoffen, vooral flavonoïden enzovoort, in blauw en rood fruit, zoals aardappelen of bosbessen. En dan, dat zijn de stoffen waarvan is aangetoond dat ze je risico op bijvoorbeeld hersenveroudering enzovoort, of Alzheimer, dat kan afgeremd worden. Dat is mijn jaren. Dus uiteindelijk, ik denk, als we ons blind staan op fruit, omdat er suiker in zit, dan zou enorm tekort doen aan iets dat heel gezond is. Ik praat ook zelfs voor fruitsap. Hè. Men zegt van, pas op met die fruitsap, hè, bevat ook heel veel suiker. Ja, maar dan nogmaals, er zitten heel veel stoffen in die aantonen dat heel veel onderzoek toont aan dat eigenlijk fruit en ook fruitsap heel gezond is. Hè. Bijvoorbeeld in een studie met een paar duizend proefpersonen die aantoont dat mensen die minstens 3 keer zelfgeperst fruitsap per week drinken, dat zij 76% minder kans hebben op Alzheimer. Hè. Als zij nog maar dat trouwens 2 keer per week doen, hebben ze nog maar 16% minder kans op Alzheimer. Dus uiteindelijk, hoewel dat er veel suiker in dat fruit zit, zitten daar ook heel veel stoffen in die heel gezond zijn om allerlei verhoudingsziektes het risico daarop te verminderen. Ik pleit er wel voor om fruit na de maaltijd te nuttigen en niet op een nuchtere maag, omdat na de maaltijd gaat je toch minder hoge suikerpieken hebben, omdat je eerst nog een maaltijd die een soort van buffer vormt tussen die fruitsap en uiteindelijk de darm die dan die suikers zal opnemen. Ja. Je zegt vaak van ja, nuttigt je suiker, je fruitsap voor de maaltijd, dan absorbeert je die beter. Dat is een beetje onzin, hè. Je darmen zijn 8 meter lang. Je hebt meer dan tijd genoeg om alle nutriënten uit die fruitsap te absorberen, omdat je voor of na de maaltijd nuttigt.
Ja, maar het is toch ook zo dat wanneer je fruit perst, zoals bijvoorbeeld sinaasappels, ja, dan neem je toch een stuk de vezels weg, hè? Dus dan zit het toch wel met een soort fructosebom, als het ware. Of klopt dat niet? Wel, dat klopt niet echt, hè, want ik pleit er altijd voor om ook de vezels te behouden. Hè. Bijvoorbeeld, men kan fruit maken via een smoothie, hè, dat je alles gewoon in een blender gooit. Of als men dat echt perst, hè, met een klassieke perser, dat men de vezels dan toevoegt. Hè. En als men dat dan ook na een maaltijd, dan veroorzaakt dat niet de fructosebom waar we van u spreekt. Dus nogmaals, het zou heel zonde zijn als business op de fructose-inhoud van fruit en glucose. Want er zitten duizenden stoffen in, vooral flavonoïden, die eigenlijk het lichaam activeren, veel eiwitten activeren, die bijvoorbeeld zorgen bij de ontgifting van het lichaam, maar ook bijvoorbeeld dat zijn eiwitten die ook zorgen voor het scheiden van vrije radicalen. Hè. Dus eigenlijk met andere woorden, fruitsap, maar ook groenten of groene thee enzovoort, zijn gezond omdat ze licht toxische stoffen bevatten die uw lichaam gaan of uw lichaamcellen gaan wakker schudden, hè, zodat ze beter beschermd zijn tegen veroudering enzovoort. Dus dat is eigenlijk de essentie van waarop mijn boodschap in mijn boek onder meer. Ja, het heeft ook zowel groenten als fruit hebben beiden een alkalisch effect op ons lichaam. Dat klopt ook, of zie ik dat verkeerd? Ja, je spreekt met een alkalisch effect op het lichaam en dan spreekt men altijd over die zuur-basenverhouding van het lichaam. Ik ben daar niet echt zo voorstander van, hè, omdat men, als men gaat spreken in verhoudingen van zuur-basen, gaat men enorm tekort doen aan de complexiteit van voeding. Hè. Als men gewoon gaat zeggen van die voeding is gezond, hè, omdat dat het bloed minder verzuurt en die voeding is ongezond, omdat dat het bloed meer verzuurt, ja, dat is natuurlijk een enorme tekort, enorm tekort doen aan de complexiteit van waarom voeding gezond is. Hè. We zien dat bepaalde stoffen in voeding of voedingsmiddelen op tientallen verschillende manieren gezond zijn of ongezond zijn. Bijvoorbeeld hè, door lichaams eigen antioxidant-eiwitten te activeren, door collagenases af te remmen, door bijvoorbeeld minder hoge suikerpieken te veroorzaken, door de darmflora beter te laten groeien. Dus enkel alles opdelen in goed en slecht omwille van zuur-basenverhoudingen is een alleen schromelijke tekortkoming. Wel een beetje aan het verhaal van voeding en gezondheid. Ja.